Brouwerij Rodenburg in een Ra is dit weekend weer in de prijzen gevallen. De IJsselbok is verkozen tot lekkerste bokbier van Nederland. Rodenburg laat hiermee concurrenten als Hertog Jan, Grols en Heineken ver achter zich. Het bier werd getest door ruim 144 fijnproevers uit heel Nederland, die verschillende bieren blind hebben geproefd. De brouwerij in de gemeente Bronkhorst heeft onder andere prijzen gewonnen in Brussel, Dublin en Japan. De gemeente Winterswijk is een van de vijf genomineerden voor de titel van Best Presterende Gemeente op het gebied van gezondheidsbeleid. Het Nationaal Voedingsdebat heeft na een selecte representatieve steekproef 75 gemeenten onderzocht op hun prestaties op het gebied van gezondheidsbeleid. Vrijdag 1 november wordt de winnaar bekendgemaakt. Tankstations in de grensstreek hopen dat de aangekondigde accijnsverhoging op LPG en diesel niet doorgaat. Dat laat brancheorganisatie BOVAG weten. Door de verhoogde brandstofaccijnen tanken automobilisten massaal over de grens. Door de accijnsverhoging kunnen tankstations in de grensstreek het hoofd nauwelijks meer boven water houden. Uit onderzoek van BOVAG blijkt dat 48% van de grensbewoners in Duitsland gaat tanken als de accijnsverhogingen doorgaan. De coalitiepartijen Belangen Gelders Eiland en CDA van de gemeente Rijnwaarden hebben Marijke van Haren en Anita van Loon voorgedragen als nieuwe wethouders. Na het aftreden van wethouder Theo Schopman waren burgemeester Slinkman en wethouder Lamers de enige overgebleven collegeleden. De nieuwe wethouders zullen hun functie in deeltijd uitoefenen en de gemeenteraad beslist binnenkort over de benoeming van de wethouders. Een deel van het personeel van thuiszorgaanbieder censieren wordt in Doetinchem waarschijnlijk overgenomen door een andere zorgaanbieder. Dat meldt Omroep Gelderland. Er is een aanbieder die 175 doorlopende contracten wil overnemen, zegt Jan Bart Wilschut. Het is nog onduidelijk om welke partij het gaat. Wegens bezuinigingen ontslaat thuiszorgorganisatie Sensieren 800 personeelsleden en ook worden 300 tijdelijke contracten niet verlengd.